De N325, ook wel pleirroute genoemd, en de A325 gaan komende zomer op de schop. Het traject vanaf Velperbroek circuit tot en met knooppunt Ressen krijgt een onderhoudsbeurt. De provincie Gelderland heeft voor komend jaar zo'n 20 trajecten in het provinciaal wegennet in het vizier. Hiervoor staat ongeveer 90 miljoen euro gereserveerd. Op de planning staat ook de aanleg van een fietsviaduct over de A325. De werkzaamheden stonden vorig jaar ook op de begroting, maar het provinciebestuur heeft de klus een jaar uitgesteld vanwege de complexiteit van het project. Waarom heeft u reserves tegen de onderhoudswerkzaamheden aan de A325 in de zomerperiode? Nou, we hebben niet zozeer problemen of reserves met de geplande werkzaamheden. Als die werkzaamheden nodig zijn, dan gaan we maar vanuit, dan moeten die gebeuren. Ook OCA begrijpt dat. Het enige is wat wij graag willen, is dat die werkzaamheden goed zijn voorbereid in de zin dat er goed gecommuniceerd wordt wat er gaat gebeuren, wanneer er wat gaat gebeuren. En vooral dat er de wegen die dan extra belast gaan worden omdat mensen andere routes gaan zoeken, dat daar rekening wordt gehouden met de doorstroming. Hoe kun je alternatieve routes of alternatieven beter communiceren naar weggebruikers? Nou, dat is eigenlijk een goed idee. Dat is precies wat ik zou willen. Zorg dat de alternatieven die mensen toch gaan zoeken, helpt de mensen erbij. Wat zijn de alternatieven? Met de auto, maar ook bijvoorbeeld met de fiets op openbaar vervoer. Maar wat de auto betreft, zijn er alternatieve routes? Hoe zorgen we dat die alternatieve routes goed zijn aangegeven? En dat die alternatieve routes daarop zijn aangepast? Door bijvoorbeeld de doorstroming juist daar te verbeteren en daar aandacht aan te geven. En zo kun je de overlast die er absoluut zal zijn, dat is ook niet anders, om die te beperken. Daar gaat het om. Je had ook kritiek op de sportevenementen die in de binnenstad plaatsvonden, waardoor wegen werden afgezet. Wat is uw kritiek daarop? Nou, dat betrof eigenlijk afgelopen zomer. En dat ging natuurlijk niet over een sportevenement aan zich. Het was toen alleen een cumulatie van activiteiten die plaatsvonden in de binnenstad. En uiteindelijk tot een hele lange periode hebben geleid dat het verkeer niet kon doorgaan in het centrum. Nou, om nou nu de lijn te trekken naar de geplande activiteiten van nu. Laten we goed plannen van wat zijn de andere activiteiten die in de regio plaatsvinden. Botsen die niet met elkaar? Wat kunnen we doen om de doorstroom op andere wegen goed te maken? Dat zijn dingen waar we nu eigenlijk de lessen van afgelopen zomer, dat we die meenemen naar de komende zomer. Als ik spreek over de regio, vindt OCA dat bijvoorbeeld de doortrekking van de A15 absoluut een mist is en geen uitstel mogelijk is. Feitelijk moet je het zien, als de A15 doorgetrokken wordt, betekent dat de ontlasting van de pleirroute, daar hebben we het nu over. En dat zou weer later betekenen dat de centrumring minder belast wordt. Dus die A15 is heel belangrijk in de regio. Verder zien we, en dat is het centrum, dat het centrum eigenlijk met een nieuwe oplossing op het Roemelsplein bijvoorbeeld steeds beter gaat. Maar ook dat zou ontlast kunnen worden met de komst van de A15.